En wij gaan Gods woord openen. Romeinen 9 gaan we lezen, 1 tot en met 5. En na Romeinen 9 een gedeelte uit Romeinen 11 moet het zijn. 11, ja, sorry. Er staat 10, maar het is 11. Is dat heel erg? Ja. Ja, het is 11. ja, Romeinen 11 en dan de versen 17 tot en met 26. Ja. En de Maaike, daarom zit ik naar Maaike te kijken, is de lector van vanmorgen. Even kijken, ja. Ja, dus vanaf 17 tot 16, die verkeerde hoofdstuk gegeven. Ja? Ik begin bij Romeinen 9. Droefheid over het ongeloof van Israël. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. Ze zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid en de verbondenheid, en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet alle die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Oh, ik ging te ver, sorry. Gaan we verder in 11, vanaf 17 tot 26. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen
en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Tot zover. Dankjewel, Maaike. Straks na de verkondiging zingen we het lied Vrede voor Jeruzalem, nummer 271 uit Hemelhoog. Het lied Vrede voor Jeruzalem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Boven de preek heb ik gezet Christenen van Israël. We kennen de organisatie Christenen voor Israël, maar ik heb hier vandaag boven gezet Christenen van Israël. Om eens te kijken naar waar wij vandaan komen, Israël, waar we bij horen, Israël. Vanaf 1948 heeft de hervormde synode destijds bij de vorming van de staat Israël. En daarvoor sijpelden al steeds meer Joden terug naar dat land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Maar na de Tweede Wereldoorlog en de grote drama's, de Holocaust, die heeft plaatsgevonden in die periode, gingen daar hele ladingen naar terug. En uiteindelijk, na veel mitsen en maren, heel veel moeite en problemen, is uiteindelijk de staat uitgeroepen. En sindsdien heeft in Nederland de synode dus gevraagd om één zondag specifiek hierbij stil te staan met die verbondenheid. Een verbondenheid die niet altijd heel vanzelfsprekend is voor iedereen. Ik hoor vaak ook om me heen binnen de kerk, ik heb helemaal niets met Israël. Het aparte is dan wel dat als je het dan over Jezus Christus gaat hebben, of bijvoorbeeld, onlangs sprak ik Rika, bijvoorbeeld ook over Maria, zijn moeder, dat het dan een enorme verrassing is voor mensen om dan te horen dat ze Jood zijn. Uw Messias is een Jood. Hij is niet de eerste christen. Dat hoor ik ook altijd Corrie Stam heel mooi uitleggen bij de rondleidingen hier in de Dorpskerk op dinsdagmorgen. Jezus Christus is niet de eerste christen. Hij is vooral en ten eerste Jood. Afkomstig uit het Joodse volk. Zoals ook de apostel dus in Romeinen 9... heel duidelijk uiteenzet. Hij is een Israëliet. En voor hen geldt de aanneming tot kinderen. God heeft zich allereerst geopenbaard aan hen. En ook de verbonden, de wetgeving en de eredienst. En voordat de apostel dat uiteenzet, dan moet het hem van het hart dat het een enorme bron van droefheid voor hem is. Dat het voor hem ongelooflijk pijnlijk is. En wellicht ook wel onbegrijpelijk voor hemzelf, dat hij dus wel tot Jezus Christus is gekomen met de vraag: Heer, wilt u mijn redder en Messias zijn? U bent de beloofde Messias die al lang van tevoren voorzegd is. Al bij Adam en Eva is al voorzegd dat er een verwonde redder zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Maar van die Messias zou de hiel gegrepen worden en dat is gebeurd aan het kruis, waar de Heer de kop van de Satan heeft vermorzeld om namelijk de kracht van de dood en de zonde teniet te doen. Vergeving aan te kunnen bieden, omdat hij als een smetteloos lam is geofferd aan een kruis. En verbreking van de dood door na 3 dagen uit de dood op te staan als eersteling. En ieder die in hem gelooft, die zal ook opstaan uit de dood. Die zal zo'n vernieuwd lichaam krijgen zoals hij ook heeft gekregen. En het is Paulus' verlangen als apostel van de heidenen dat iedereen tot dat besef komt, tot die wijsheid en die inzicht dat hij daarvoor is gekomen om ons weer in relatie met God te brengen waarvoor we bedoeld zijn, waarvoor we gemaakt zijn, waarvoor je geboren bent. Om in relatie met God te leven, niet alleen hier op aarde, maar tot in eeuwigheid. Een rijk leven met de levende God. Daarvoor ben je bestemd, daarvoor ben je bedoeld. Je leven heeft een doel. En dat is te vinden in hem. En daarom benadrukt Paulus bij deze hoofdstukken dat het een grote bron van droefheid voor hem is en een voortdurende smart van zijn hart. Dat diegene die dus ten eerste zijn aangenomen als Gods kinderen, de verbonden hebben gekregen, wetgeving en eredienst, beloften,
die uit de vaderen zijn voortgekomen. Abraham, Isaac en Jacob, daar zijn ze uit voortgekomen. En wat het vlees betreft, Christus. Hier heb je hem. Jezus Christus is Jood. Naar zijn lichaam geboren als Jood. Geboren uit een Joodse vrouw en door de Heilige Geest. De Christus die God is boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Zo zet hij deze brief in. En dan komen er een aantal lappentekst over Israël en de positie van zijn volk. En dat is blijkbaar nodig. Het is nodig dat hij schrijft aan de christenen te Rome wat de positie van het Joodse volk is. Want wat is er aan de hand al in die tijd? Is dat er vanaf de eerste eeuw al in de tijd van Paulus geruchten rondgingen, rondzongen. Nou, God heeft zijn volk afgeschreven. En wij, de kerk, de gelovigen uit de heidenen die in aantal gingen toenemen, die groeiden, de gemeentes groeiden enorm. In het boek Openbaring zie je dat de Heer een brief schrijft aan 7 gemeenten. En die allemaal dus buiten Israël zich bevinden, maar waar wel over het algemeen wel Joden en ook Joodse gelovigen zich bevonden. Maar die gingen in aantallen niet mee op met de gigantische lading heidenen die tot geloof kwamen. Waarop vervolgens werd gezegd, ja, wij zijn nu Israël. Israël is vervangen en wij noemen dat de vervangingstheologie. En die vervangingstheologie dat Israël er niet toe doet, dat het een slecht volk is, dat het eigenlijk maar van de aardbodem weggeveegd moet worden, is niet pas ontstaan in de Tweede Wereldoorlog door een Hitler in de jaren 30 die de macht greep in Duitsland. En die 6 miljoen Joden op zijn naam heeft staan die vermoord zijn in de concentratiekampen. Die gedachte dat Israël er absoluut niet meer toe doet en eigenlijk dat er maar één bestemming is en dat is zo'n beetje de vuilnisbak met deze mensen. Die gedachte die is niet pas opgekomen in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Al lang van tevoren zie je bij kerkvaders en afgelopen dinsdagavond. Nee, ik zeg het verkeerd, het was donderdagavond. Hebben we een avond gehad. Ik probeer het maandelijks te doen om het met elkaar te hebben over Israël, over de eindtijd. Omdat het in de preken niet altijd makkelijk is om de dingen uiteen te zetten over de eindtijd. Het boek Openbaring hoor ik mensen best wel een beetje over zuchten en steunen. Aan de andere kant maakte iemand die avond de opmerking en die zei, er is maar één brief aan de gemeente geschreven door de Heer Jezus zelf. En laat nou precies die brief zijn, namelijk Openbaring. Johannes heeft Openbaring alleen maar opgeschreven. Hij heeft daar gewoon niet zelf allerlei gedachten in gevormd. Maar hij moest gewoon opschrijven wat hij hoorde en zag. Dus hij moest letterlijk opschrijven wat de Heer Jezus hem dicteerde. Dus een letterlijke brief van de Heer Jezus zelf. En die brief, precies die brief, die lezen we liever niet. Zo apart, hè? Vinden we heel erg moeilijk om mee bezig te houden. Dus vandaar die avonden. En toen hebben we ook afgelopen donderdag eens gekeken naar de positie van het Joodse volk. Van hoezo zijn we bezig met Israël? Waarom zouden we daarmee bezig zijn? En dat is een vraag die al heel lang wordt gesteld. En wellicht denk je, ja, voor mij vanzelfsprekend, want de Messias is een Jood. En aan hen is het verbond gegeven. Dat verbond is niet afgeschaft. Prijs de Heer als je zo denkt. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de feesten vervuld. Hij heeft de profetieën vervuld. Prijs de Heer als je het ziet. Maar er zijn ongelooflijk veel christenen die op de een of andere manier dat niet zien. Terwijl ze toch van harte christen zijn. Christus willen volgen. En daarom heb ik ook een plaatje van Martin Luther even op het scherm laten zetten. Ik kwam dit van de week tegen op het WWW, het World Wide Web. Toch een prachtig plaatje van Martin Luther, waarin hij dus zegt, hij heeft gezegd, I would not give up one moment of heaven for all the joys and riches of the world. Dus voor één moment in de hemel, ik zou niet alle rijkdom van de wereld en alle vreugde van het hier en nu daarvoor opgeven. Als ik dat maar kan proeven,
die vreugde van de hemel. Zelfs al, even if they last it for thousands and thousands of years. Dus zelfs als die aardse vreugde duizenden jaren zouden voortduren, zou ik dat nog niet opgeven voor een moment in de hemel. Voor die eeuwigheid. En denk je, wauw, ja, Maarten Luther heeft echt goede dingen gedaan. Zoals vele kerkvaders die tegelijkertijd verschrikkelijke dingen over de Joden hebben gezegd. En daar hebben we ook afgelopen donderdagavond hebben we daarna gekeken, die uitspraken. En die zijn echt schokkend. Die zijn echt werkelijk schokkend. En ook waar de Joden afstand van moesten doen. Als ze christen wilden worden. Of als ze een goede baan wilden hebben, konden ze ook maar beter christen zijn. Maar dan moesten ze absoluut dus afzweren hun Joods zijn, maar ook hun bezig zijn met teksten. Vanaf het begin van de eerste eeuw waren er bijvoorbeeld ook kerkleiders en die zeiden, nou, alles wat maar naar Joods riekt in die Bijbel, moet er gewoon uit. Scheuren we eruit. Nou, als je dat gaat doen, ik zal u vertellen, houdt u werkelijk niets over. Omdat het een Joods boek is. Wat ons gegeven is als een voorrecht om ook daarin deelgenoot te zijn. Deelgenoot ook van het verbond dat de Heer nieuw heeft gesloten in zijn bloed. En dat is niet exclusief het Joodse volk, maar inclusief. Twee zijn één geworden, zegt de apostel in Efeze 2. En daarom gaat de Heer dus, gaat de apostel hier uitgebreid dus uiteenzetten. En ik vraag me dan ook werkelijk af of mensen die niets met Israël hebben of zeggen dat Israël er niet meer toe doet. En ook in de eeuwen daarvoor, de kerkvaders, of ze deze hoofdstukken überhaupt eens gelezen hebben. Of ze doorgenomen hebben. Of ze er kennis van hebben genomen. Of dat ze alleen maar eruit gepikt hebben wat in hun straatje kwam. He, bijvoorbeeld in de Romeinen 10 gaat het echt over het geloof. En het geloof is uit het gehoor. En dat is weer uit het gehoor van het woord van God. En dat je met je mond moet belijden en met je hart geloven dat Jezus Christus Heer is. En dat dat je redding is. En dat noemen we vaak bij belijdenissen en bij doopmomenten. Dat is ook prachtig om te lezen. Maar niet alleen voor gelovigen uit de heidenen bedoeld. En zo schrijft de apostel dit in eerste instantie natuurlijk tegen de gemeente te Rome. De brief aan de Romeinen. Omdat die gedachte daar al leefde. Hij hoorde dat al daar klinken. Ja, wat doen ze er nog toe? Hij schrijft dit natuurlijk niet voor niks. Dat hij met nadruk ook de boom, de olijfboom als beeld gebruikt. Hoe wij verbonden zijn. Immers als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen zij die er van nature bij horen dan niet op hun eigen boom worden geënt? Dat is het beeld dat de apostel zo richting het einde van zijn betoog over die verbondenheid met Israël gebruikt. Een beeld dat overal in de Joodse geschriften, in wat wij noemen het Oude Testament, in de Tenach, op meerdere plaatsen wordt gebruikt voor Israël. Israël is een olijfboom. Is een prachtige olijfboom die God geplant heeft hier in deze wereld. En die olijfboom, in Zacharia 4 zie je dat die olijfboom tijdelijk twee zijn geworden, namelijk het huis van Efraïm en het huis van Juda, destijds de 10 stammen die zich hebben afgescheiden vanwege het wangedrag van Salomo, hè, met die ongelooflijk veel vrouwen, te veel vrouwen die nam. En de afval ook van hem, omdat hij meeging in de afgoderij van al die vrouwen. Waarop onder de regering van zijn zoon Rehabiam er een scheiding kwam. 10 stammenrijk en een 2 stammenrijk. Maar die boom blijft olie vloeien. Er komt olie uit olijven. Olijven moeten dan wel geperst worden. Dat is ook een beeld van een leven dat hoort bij de God van Israël. Dan is het niet makkelijk om in dit leven vol te houden en om vruchtbaar te zijn voor God. Het kost vaak moeite en kan ook pijnlijk zijn in keuzes die je maakt, die je met de wereld mee veel makkelijker zou kunnen maken om lekker erop los te leven, maar dat doe je niet.
Je wil God lief hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand. En je naaste als jezelf. Vergeven in plaats van voor altijd kwaad blijven. Proberen voor zover het voor jou mogelijk is in vrede te leven met alle mensen. Allemaal geboden als je in de wereld leeft dat je je daar nou niet zo erg druk om maakt. Niet sommigen wel, gelukkig. Die zijn bezig met dan vooral het laatste gedeelte van de 10 geboden. Maar vergeten dan daarin God lief te hebben wat voor hem voorop staat. En ja, dat kost je wat. Dat kan offers vragen in jouw leven. En Jezus zegt ook, als je je leven lief hebt, als je gewoon leven wil zoals jij het leuk vindt, dan zul je het verliezen, zul je het niet behouden voor de eeuwigheid bij God. Maar als je je leven wil verliezen, als je zegt, Heer, ik geef me aan u volkomen en ik wil doen wat u van mij vraagt, dan zul je behouden worden voor de eeuwigheid. Dan levert dat vruchten op voor de eeuwigheid en voor die momenten waar Maarten Luther ook ongelooflijk naar verlangde. Maar, zegt de apostel, die edele olijfboom, daardoor het ongeloof in hun Messias zijn daardoor takken afgebroken, maar zijn jullie uit de heidenen wel in staat om daarop geënt te worden als wilde olijfboom. Wild. En nooit bekend met de geboden en met de schriften. Daarin niet onderwezen. Los in de wereld. Maar door Jezus mag je dus bij die olijfboom genaamd Israël horen. Dus de beweging is andersom. Wij mogen bij hen horen in plaats van zeggen van nou, als jullie nou een beetje gedragen daar in het Midden-Oosten, een beetje goed je best doen voor vrede, en iedereen heeft daar een mening over, dan horen jullie er heel misschien bij. Dat is andersom, zegt de apostel hier. Jullie mogen erbij. Maar let op. Dat je dus in Christus blijft. Hè? Dat er olie in je leven aanwezig blijft. En, ik ga er heel even kort over zijn. Er is een tijd daarvoor beschikbaar dat mogelijk is. Tot de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dat betekent dat de uitnodiging over de hele wereld. Ga en vertel de volken dat ze zich bekeren tot Jezus Christus. Dat er redding is in de naam van Jezus. Dat er een heilige geest is waar je kracht uit kunt putten en die zomaar beschikbaar is voor jouw leven, is een tijdelijke situatie. Want de Heer gaat zijn gemeente opnemen en God gaat zichtbaar voor de hele wereld weer aan de slag met zijn volk in de grote verdrukking. En dit plaatje heb ik wel eens eerder laten zien en ik zet hem nu alleen hierbij, omdat we net gelezen hebben dat er dus verharding over Israël is gekomen, nu al bijna 2000 jaar, blijkbaar tot de volheid van de heidenen is binnengegaan. Er gaat een moment komen dat God weer zichtbaar verder gaat met het verbond, het eeuwige verbond, dat onberouwelijk is. Als je verder leest, lees je dat ook. God gaat verder met zijn volk en dat doet hij in 7 jaren die nog resteren voordat het 1000-jarig vrederijk gaat aanbreken. En voordat dat gebeurt, neemt God zijn gemeente op. Komt Christus zijn bruid uit de heidenen en uit het Joodse volk halen. En breken er 7 zware jaren, de laatste jarenweek van de profeet Daniël aan over deze wereld. En na die 7 jaren verschijnt Jezus Christus samen met zijn bruid in Israël, om daar zijn volk te hulp te schieten, die ongelooflijk in de problemen is gekomen, omdat de hele wereld zich op dat moment tegen hen keert. En dat is de zichtbare wederkomst van Christus. Maar tot die tijd hebben wij de gelegenheid om op een vrij makkelijke manier tot geloof te komen, in ieder geval in Nederland, hoop je. Over de wereld is er uiteraard veel vervolging, maar we krijgen de Heilige Geest, die als Jezus zijn bruid haalt, meegaat en er harde 7 jaren volgen, waar gelukkig ook mensen tot geloof komen in die grote verdrukking. En waar Israël ingezet gaat worden, 144.000 sterke jonge mannen uit de 12 stammen van Israël zullen gaan evangeliseren over de hele wereld. Maar Meert Sarfati zegt, er gaan in die moeilijke periode van 7 jaar, die we hopelijk niet meemaken, omdat de Heer ons heeft opgenomen,
144.000 Billy Grahams gaan over de wereld om overal te gaan verkondigen dat er redding is in Jezus. Dus ook in die periode waar God zijn volk weer actief inzet voor de evangelieprediking, komen mensen tot geloof, maar wel onder zware druk. En als Christus dan als redder ook van zijn volk zichtbaar terugkomt, dan zal er een duizendjarig vrederijk volgen. Maar tot die tijd hebben de heidenen en ook de Joden samen de gelegenheid om tot geloof te komen. Wil de Heilige Geest kloppen aan alle harten, opdat hij kan binnenkomen. Wil de Heilige Geest uitnodigen, kom bij die edele olijfboom. Laat het leven zonder de Heer los. En kom, kom. En gebruik mijn olie, de olie van de Heilige Geest. En dat is het laatste plaatje wat ik hier heb staan. Olijven zijn vruchten van de olijfboom. En als u hoort bij de olijfboom van de Heer, geënt op Israël, omdat je tot geloof bent gekomen uit de heidenen, en dan is het de bedoeling dat je vruchten voortdraagt. En je bent eigenlijk een soort olijfje. En een olijfje, ja, die heeft olie in zich. Olie van de Heilige Geest. Die je troost en helpt en sterkt in je leven. De kracht van God zelf die je wil helpen om dicht bij hem te blijven. En maar ook om, ja, heilzaam in deze wereld je weg te gaan. Olie van de Heilige Geest, een herkenningstekend voor God dat je van hem bent. En omdat ik zo meteen naar de Michaelkerk moet, heb ik helaas nu vanmorgen ook vanwege het afscheid en de bevestiging geen tijd om nu met olie te bidden, te zalven. Maar ik wil wel vragen aan de gebedsteams om straks als er mensen komen, ik weet niet wie er ministeriedienst heeft, wie er gebeds. Ik zie in ieder geval Mario. Maar als u of jij komt voor gebed bij de ministry, als je zegt, ja, ik heb wel gebed nodig, en ik zou ook wel de vervulling van de Heilige Geest weer extra in mijn leven willen vragen. Ik heb kracht nodig, troost of bemoediging. Of ik zou wel graag bij die edele olijfboom willen horen, bij Israël, bij Jezus. Maar ik weet niet zeker of ik erbij hoor. Laat voor je bidden en open je hart voor Jezus. En ik heb een klein beetje van deze grote fles heb ik in een bakje gedaan. En ik wil vragen of de gebedsteams dan ook, als degene die dat uiteraard zelf wil, om ook na het gebed, om ook te zalven met olie als een uiterlijke bevestiging wat de Heer van binnen in jouw leven met de olie uit de olijfboom wil doen in jouw leven. Hoor jij bij die olijfboom? Of ben je nog in het wild zonder hem? Kom tot hem en laat je enten in die edele, in die tamme olijfboom die van de Heere is, zodat u, jij ook van hem bent. Nu en in de eeuwigheid. Amen.